concept ontstaan is vanuit twee ideeën. Eén was gewoon een trend en dat was gewoon de tablets, hè, de iPad. Ik weet niet hoeveel mensen hier aan tafel een iPad of een tablet hebben. Ik ben echt gelukkig. Ja. Twee, drie, vier. Nou, dat is vorig jaar geïntroduceerd en we zagen gewoon al, we doen allemaal netjes marktonderzoek, wat zijn de belangrijkste kanalen en toen zagen we dat echt boomen. Dus, en voor ons is het echt een, ja, letterlijk een game changer. Dus opeens, hè, iedereen kwam, nee, we moeten wel aanwezig, een heel vies ding voor mij, nog een iPad 1 zelfs. Daar moeten we aanwezig zijn met Jumbo, hè, want het heeft opeens een soort, ja, kun je meer dan alleen een smartphone formaat. Was Jumbo, jouw baan was een vacature bij Jumbo? Nee, maar wilden ze hier iets mee gaan doen? Ja, ik ben gevraagd om eigenlijk Jumbo digitale tijdperk in te helpen. Ze hadden nog niks? Nee, er was niks. Het was eigenlijk ook niet een vacature. Het moest ook met een plan komen van wil je dat, hoe ga je dat doen? En op basis daarvan hebben ze gezegd oké, dan ga aan de slag. Dus heel enthousiast. Maar Jumbo is een relatief klein bedrijf. Pace wel, maar 140 man met verschillende kantoren in verschillende landen. En 0,0 ervaring digitaal. Dus dat was één trend, de iPad. De andere was gewoon het sociale aspect. Ik heb zelf twee dochters. Nou, een goede testgroep voor mij in de leeftijd van 3 en 6. En die iPad was ik altijd kwijt. Ze hebben meer apps op dan ik. En het enige wat zo was, is... Dit is een van mijn dochters, want we hebben niet zoveel budget. Dus alles, ook reclamefilmpjes, het gaat gewoon met wie loopt er langs? Hop, jij gaat nu een spelletje spelen voor de camera. Je moet een beetje creatief oplossen. Maar die voegde gewoon altijd om die iPad. En toen kwam eigenlijk een beetje besef, het zou eigenlijk fijn zijn als we ook gewoon erop samen kunnen spelen in plaats van individueel een spelletje spelen. En dat ingegeven ook met natuurlijk gewoon de hele trend met social gaming op zich, was echt het idee geboren. Kunnen we niet gewoon relatief bekende spelletjes, ja, poorten om het zo maar te zeggen, naar een tabletformaat, maar dan wel dat je het samen kunt spelen. Het kwam eigenlijk wel heel snel die speelaccessoires om de hoek kijken. En zeker vanuit de Wii, bekend ook. Iedereen heeft denk ik wel eens een potje getennist of gegolfd. Waarbij die accessoires als een dolle verkopen. En waarom is dat? Terwijl je met de controller kun je elk spelletje doen en toch schroeft iemand een plastic tennisracketje op zijn controller. En als hij gaat golfen, gaat hij dat niet met zijn tennisracketje doen, maar dan doet hij weer een plastic golfclubje. En dat was eigenlijk voor ons een beetje een eye-opener. Blijkbaar heeft het te maken met beleving. Met de controller doe je gewoon een tennisspelletje en met zo'n plastic tennisracketje ben je aan het tennissen. Nou, toen dachten we dat willen wij ook, alleen voor de iPad. En vandaar dat we toen heel snel zijn gaan denken van wat voor spelletjes lenen zich nou voor die iPad. En wat moet wel relevant zijn. Het mag niet zo zijn, ja, een pionnetje en er gebeurt verder niks. En een plat bord, dat heeft niet zoveel zin. Dus we hebben heel lang gedacht van wat zijn nou spelletjes die iedereen kent. Want iedereen weet als je met iets nieuws komt, dan... Dan moet je ook zorgen dat mensen toch nog iets erin herkennen. Want als het alleen maar nieuw op nieuw is, dan is het heel moeilijk om aan de man te brengen. Zeker omdat wij ook afhankelijk zijn van de retailers. En dat zijn in speelgoedland zeer traditionele partijen. Waarvoor dit gewoon natuurlijk een heel nieuw concept is. Waar moeten ze het plaatsen in de winkel? Is het speelgoed bij de spelletjes of bij de game accessoires, bij de Nintendo's? Dus dat soort vragen krijg je natuurlijk allemaal mee te maken. Nou, wat we hebben gedaan is, we hebben een briefing geschreven, want we hadden wel snel het idee, we willen pionnetjes. Dat is ook niet een nieuw idee overigens, vaak zijn ideeën natuurlijk niet uniek. Het is meer de executie die het misschien uniek maakt. Maar pionnetjes op de iPad, zo noem ik het maar eventjes, dat willen we werken zien. En we gaan gewoon heel simpel beginnen, ganzenbord, daar een goed gevoel bij, familiespel. Maar dan, iedereen riep meteen, ja die put, we willen die put zien. Dat werd letterlijk zo gezegd. En dat krijg je ook continu terug. Dus vandaar dat we met een vrij simpel concept. Het pionnetje moet gewoon een animatie ontsluiten. Het is niet heel spectaculair. Maar hoe doen we dat? Wij hebben daar geen verstand van. Dus we hebben een pitch uitgeschreven over partijen. Zorg dat
dat we interactieve pionnetjes kunnen ontwikkelen. En die pionnetjes moeten ook nog spannend eruit zien. Het moet wel herkenbaar zijn als een pion, maar toch de moderne pion die bij een iPad zou kunnen horen. En vanuit doelgroep gedacht, omdat iPad-bezitters vaak toch weer mannen zijn. Die hebben we aan het werk gezet en die kwamen eigenlijk met hetzelfde uit. Hè. We maken pionnen van glijdend plastic. We hebben ook nog gevraagd, kun je ze ook uniek maken? Want dat is eigenlijk de echte grote innovatie. Er zitten nog veel haken en ogen aan, omdat wij pas in mei zijn begonnen en we nu natuurlijk dit het belangrijkste seizoen is. We hebben gezegd, oké, we beginnen gewoon met simpele pionnen, om het zo maar te zeggen. Hè? Domme pionnen. En dan lossen we het in de software wel op. Dat betekent dat in eerste instantie dachten we gaan ze ganzenbord. Ik kan nu niet veel snel even kijken. Het gekke is, het is nu net uit en ganzenbord is nu het meest populaire spel. Terwijl ik had gedacht het is air hockey, want dat is actie. Dat is al heerlijk. Maar het is toch een ganzenbord. Kijk, dit zijn dan pionnetjes. Hè? Een beetje echte gansjes wilde ervan maken. Een beetje leuk is om er ook mee te spelen. Nou, iedereen. En in eerste instantie hadden we gedacht, als je dan met die gansjes speelt, hè, dan volgt in de software, als je nou verkeerd telt, hè, kinderen die tellen nog wel eens verkeerd, dan krijg je in de software, nee, je moet naar nummer 3 als je 3 had gegooid. Een soort syntax error eigenlijk. Nou, het kwam al heel snel achter dat het voor de beleving van kinderen niet echt heel erg fijn was. Plus dat het gewoon heel lastig is om dat gewoon qua speelbaarheid op te lossen in software. Ja, dat is ook het probleem wat ik heb met die iPad. Ja, dat, ik speel zelf heel erg veel bordspelletjes. En toen ik een iPad en dacht ik van, hey, dat is leuk, dan kan ik die iPad gewoon meenemen op vakantie. Je hebt allemaal bordspellen, want je hebt Carcassonne, Catan, Risk, noem maar op. Hartstikke leuk. Alleen het enige probleem is dus wat ik heb, is dat je kan niet vals spelen en je kan geen eigen regels toepassen. Nee. Zoals bij Monopoly zijn er bijvoorbeeld heel veel mensen die willen gelijk al beginnen met gewoon kaartjes kopen. Ja. En dan doorspelen. Ja. Of omdat ze regels is. En voor mij met name vals spelen. Dat kan niet. Dus ik mis heel erg het idee dat een iPad juist gebruikt wordt als een tool in plaats van het hele spel zelf. En dat vind ik wel mooi dat je die stap hier. Maar dat moesten wij onszelf ook in realiseren. Ja. Want toen kwamen we eigenlijk vanuit de kindjes, die vonden dat werkt ook niet. En dan viel een pion om en dan moest hij weer geïnitieerd worden van dit is jouw rode pion. Hè, om dat te volgen in de software. En dat was niet speelbaar. En toen zijn we vanaf gestapt, zeiden we, het is gewoon een bordspel, je mag je eigen regels maken. En je mag je vertellen, juist bij kinderen. En that's it. Het is niet, hè, je speelt niet met en tegen de computer, je speelt met elkaar. En dat is ook wat wij heel veel als kritiek krijgen vanuit, vanuit mensen die het voor het eerst spelen. Hè? De computer corrigeert je niet. Ja. Dus het is een ander manier van denken. Waarbij we overigens, dat is een beetje aan de ene kant uit nood geboren, want we hadden opeens een simpele pion. Maar aan de andere kant was het ook een soort inzicht. Hey, wij zijn een spelbedrijf wat bestaat van sociale spellen. En laat die mensen zelf maar die regels verzinnen. Je mag vals spelen. Ja, precies. Ja. Dus dat was eigenlijk een van onze belangrijkste inzichten. En je maakt het jezelf ook een stuk makkelijker. Ja, je maakt jezelf een stuk makkelijker. En zeker gezien dat wij maar eigenlijk niet eens een half jaar hadden om iets op de markt, een product op de markt te zetten. We hadden geen eens tijd voor ingewikkelde software of ingewikkelde pionnen. Want deze worden in China gemaakt. En je zit gewoon met doorlooptijd van testen, maken en dan ook shipment. Hele lekker feestdagen halen. Ja. En die feestdagen moet je halen. En daarnaast moet je die retailers nog overtuigen. Dus dat was eigenlijk één. We werken samen met een ontwikkelaar, heel nauw samen. Oh, hij gaat er nog uit, schiet er nog uit. Dus dit is een bug in, dus er is een geheugenfout. Het tweede waar we tegenaan liepen, omdat het allemaal nieuw is Apple. Wat mag wel? Want je gaat opeens accessoires verkopen buiten Apple om. Ja. En we hadden geen idee. We zaten eerst van, moet je dat dan gratis maken? Of moet je daar een code in? Hè? Dat was natuurlijk de eerste gedachte. We stoppen er een code in, dan kun je het alleen maar spelen als we de doosje hebben verkocht.
geen idee. We hadden wel contact met Apple, maar dat is vrij moeilijk om daar contact te leggen. Maar we hadden ook niet zo heel veel. Hè. We hadden, ja. Het enige wat wij hadden, misschien wel leuk om eventjes te laten zien, hoe we ook naar die retailers langs gingen. Want die zijn we meteen, voordat we het concept hadden, moesten we een buy-in van hen hebben. Nou, wat we toen hebben gedaan, is eigenlijk het enige, was een bestaande Airhockey-spel met zo'n pionnetje. En we zeiden, nou dit gaan we doen. Alleen dan wordt dit een Airhockey-stick. En we lieten een filmpje van Gonzeboert zien. Moet ik even kijken, ik heb het deze. Nee, sorry. Dit hebben we aan de retailers laten zien. Eerst hier. Dus gewoon met de gewone pionnen. En dit was eigenlijk ons eerste concept. En je ziet de vrouw van het bord nog. Gewoon een bord wat we erin hebben geplukt. En that's it. En hier hebben we het eigenlijk verkocht. En daarnaast, ze werden zo enthousiast en daarnaast gewoon dezelfde ervaring dat airhockey met je vinger toch een ander gevoel is dan met ik weet niet eens de naam, een pusher. Dus net even een ander gevoel, dus dan heb je het weer over beleving en dat trok ze over de streep. En toen zijn we als een dolle gegaan met, ganzenbord hadden we al als concept. Maar welke andere concepten dan? Om zo'n internationaal, breed mogelijk publiek aan te spreken. Maar wie is Sur nou? Is dat nog steeds Apple? Of is dat... Nee, sorry, dat is de retailer. Dus de Bart Smits. Maar hoe ging het met Apple dan? Met die accessoires? Met Apple officieel voorgelegd of zo? Ik moet eerlijk zeggen, dat is een beetje een apart verhaal, maar we zijn een beetje off the record. Hè? Zie ik daar. Ik werk niet voor Apple. Ik zet er ook even aan. Nee, met Apple is natuurlijk altijd. Je moet een beetje voorzichtig schakelen. Je kent ze niet, ze kennen ons niet, we zijn helemaal nieuw. Maar het werkt ook zonder hun. Het werkt zonder. Het dus we hadden in eerste instantie van, we laten, blijven weg van zo'n vouchers. En we zorgen ervoor dat het gewoon met je vinger ook werkt. Dan kan Apple daar nooit tegen zijn. Dat is om die reden ook. Ja, inderdaad. Hè. Totdat we die relatie hebben gelegd met Apple. En dan kijken of we nog wat intelligentere mogelijkheden kunnen inbouwen. Dat je misschien meer... spelmogelijkheden krijgt of iets dergelijks. Maar gezien de tijd. Die deal met Apple gaat toch vaak juist over die made for iPhone, wat je op je doosje mag zetten of niet? Ook. Ja, dat, dus ook. Maar ook daarin, omdat contact met Apple is heel moeilijk, ik kreeg een contactpersoon partnerships in Londen. Ja, die kerel, die moet ik wel zeggen, die belde binnen 1 minuut terug toen hij het concept had gezien, dus dat was gunstig. Maar daarna onbereikbaar. En ja, wij moesten gewoon verder. Dus wij hebben gewoon eerlijk gezegd, alles wat we hebben gedaan, hebben we zonder Apple gedaan. Ja. We hebben eigenlijk een heel groot risico genomen. Dat werd intern ook niet heel erg gecommuniceerd. Van, we zien het wel. We zorgen dat we, daarom zie je op de eerste verpakkingen zie je heel veel legal tekst. Allerlei disclaimers. Dit is geen Apple product. Apple heeft geen toestemming gegeven, et cetera. Ja. Volgens het boekje eigenlijk, volgens zijn eigen richtlijnen, dat we daar niet op kunnen struikelen. Maar je hebt natuurlijk altijd... het risico dat ze gewoon die apps uit de App Store trekken. Hè? Nu net ook weer gebeurd is met een nieuw abonnementsmodel. En dat is natuurlijk onze grootste angst. Ja. Dat je een soort recall moet gaan doen voor al die doosjes. Ja, zeker. Ja, maar tot nu toe is het goed uitgepakt. Sterker nog, heel positief. Dat is natuurlijk het nadeel van ontwikkelen met Apple. Het is gewoon een gesloten en black box. En relatie is daarin heel belangrijk. Niet alleen voor je promotie, maar ook wat mag er nou als je wat meer gaat doen. Het is gewoon die afhankelijkheid. Hetzelfde als jullie een app op Facebook zouden gaan maken. Ja. Dan ben je ook afhankelijk. Ja. Vanuit doelgroep gedacht, families, kinderen, kwamen natuurlijk ook bordspellen uit. De lijst was heel groot. Dus we hebben uiteindelijk gekozen voor ganzenbord. En de Snakes and Ladders, wat eigenlijk het ganzenbord is van de Verenigde Staten en de UK. Niet zo bekend hier in Nederland. Ja. En daarnaast dachten we ook, we moeten ook wel wat actiespellen hebben. Om ook een nieuwe doelgroep te bereiken. Namelijk niet die moeders met families, maar juist, we willen ook in de mediamarkt hangen. Of in de Apple Store. Ja, dat zijn mannen, die zullen misschien niet zo snel een ganzenbord gaan kopen. Maar wel een actiespelletje als airhockey of misschien zelfs vissen. Dus dat was een beetje de gedachte om het zo breed mogelijk qua concept neer te zetten. En als ik me vraag,
waar verkopen jullie het? Verkopen jullie het in de winkel? Ja. Is jullie het doel om het in de winkel te verkopen of om het in de App Store te verkopen? Nee, dit is een tweeledig. Ons doel, we hebben ervaring met Pimpampet als app. Dat was eigenlijk mijn eerste project van als app. Gigantisch succes qua downloads. 100.000 gedownload, nummer 1 bestaan, et cetera. Volgens nog een, nu alweer een oud model, light paid. Het is inmiddels alweer freemium geworden, maar toen was het, toen we het introduceren, was je introduceert een light versie, x aantal vragen en dan gaan mensen de paid versie. Onze conversie was 10%, wat hoog is, qua benchmark is 2% best wel veel al. Maar je kunt zelf een rekensommetje doen. Ja, het kost het niet. We halen net de ontwikkeling eruit, dus dat is nou niet de money maker. Nee. Dan krijg je altijd weer een discussie in ja, maar het is een marketing tool en hè, we zijn wel 100.000 mensen die in ieder geval die app op hun telefoon hebben staan. Dat is ook zo. Een hengel of wat. Ja. En dat zou misschien ook wel ondersteunen qua fysieke verkoop. Overigens, dat zien we niet, maar het cannibaliseert ook niet. Maar toen kwamen we eigenlijk al snel achter dat met apps SEC geld verdienen, dat is een echt een lange adem. En dan is eigenlijk een lokaal merk, Nederland, is gewoon te klein. Dan moet je gewoon wereldwijd moet je aantallen maken. Dat was eigenlijk ons eerste inzicht. En dit stelt ons in staat om met een bekend businessmodel, namelijk fysiek, met een asset die andere partijen niet hebben, namelijk retailkanaal, toegang tot retailkanaal, geld te verdienen. En voor die retailers is het heel interessant, want ja, die zien natuurlijk mijn ledenogen aan, die hebben geen iPad in hun winkel. En dan heb ik het over de traditionele toy stores. Ja, doe het sowieso pas. En die krijgen nu opeens wel een stukje van die appeltaart, zoals het dan mooi gekopen. Het is wel interessant, want ik was laatst natuurlijk Sinterklaas in de speelgoedwinkel in Intertoys. En Bart Smit. Ja, vang je wel met je vriend? Daarvoor komt zijn iPad. Sleep je naar die helemaal. Ze gaan nu, dus Apple gaat ook voor de massa, hè. Ze gaan nu ook voor de speelgoedwinkel. Want families en kinderen zijn eigenlijk nummer 1 doelgroep van iPad. En waarom? Kinderen, touch, touch, touch. En dus je ziet nu al preschool apps, 2 tot 5, die nemen een gigantische vlucht. De kinderen, mijn dochters, die proberen ook die tv te swipen. Dus die zijn heel anders op. Dat komt nog wel, ja, dat is de volgende set. Maar dan ben je dus eigenlijk niet afhankelijk van de Apple Store? Nee, je bent afhankelijk van je app, maar om uiteindelijk de vraag te beantwoorden, wat wel interessant is, we beginnen natuurlijk nu vrij basic met een oud Hollands ganzenbord. Of vissen. Ik zou even kijken of ik een filmpje van Maar je kunt wel in-app mogelijkheden aanbieden. Hè? Nou, vissen, hè, dat is, ik weet niet of jullie dat. Ik vind dat echt ons best gelukte project. De geluid, dat hoor je nu, dat is. Je hebt een idee. Dit is vissen. Dit is echt relevant, want vissen met je vingers is heel anders dan met een hengeltje. Ja. Waarbij je nog kunt twisten over een pion. Die discussie hebben we veel gehad. Maar met vissen heb je het nu in een vijvertje voor kinderen, maar de volgende dan zit je misschien met ander soort vissen op de Amazon River met een heel andere gameplay te vissen. Of voor National Geographic herkende vis. Hè? Dus heel erg educatief. Dus je hebt daar, en dat kun je natuurlijk allemaal via in-app purchase aanbieden. En het is echt een start, een vrij simpele start. Maar het aardige hiervan, van vissen, sorry, is dat er ook psychologie heel erg meespeelt. Hier maakt het helemaal niets aan. Hier heb je helemaal geen unieke pion bij nodig. Want ja, waarom zou je een vis in iemands anders bakje gaan schrijven? En datzelfde geldt zelfs met gewoon pionnetjes spelen. Hoe vaak komt het nou voor dat jij van een kleur gaat verwisselen met jouw tegenspeler? Nou, tijdens het spelen best vaak eigenlijk. Ja? Op ongeluk. Hè? Op ongeluk? Ja, nee, heb ik wel. Goed, wij gaan zeker met kinderen. Ja, het zou kunnen. Goed, dat is op zich, maakt dat niet zo heel veel uit. Technisch, lukt het jullie wel om verschillende pionnen te herkennen op de iPad? Nou, we hebben expres dus nu, technisch kan het wel. Ja? Je hebt nu al zelf Disney is met een autootje, ja. Met een autootje, Cars uitgekomen, wat een unieke pion is eigenlijk. Ja. Eerlijk gezegd, we hebben dit gepatenteerd en die oplossing hebben we ook al meegenomen.